Welkom bij weer een nieuw, nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie hebben over de Mira-pot van het merk Floran. Deze pot is verkrijgbaar in heel veel verschillende maten, vormen en kleuren. We hebben een potmodel, we hebben een vaasmodel en we hebben een bootmodel. Deze pot is net zo populair als onze bestverkochte pot, de Tokyo-pot. Um, dit is zijn tegenhanger. Hij is ook in uh, Portugal gemaakt, met de hand, weliswaar. Um, de structuur is daardoor aan de buitenkant iets ruwer. Laten we zo meteen even zien in een shot van dichtbij. Um, let op, het is gemaakt van keramiek, met de hand. Uh, dat betekent dat niet iedere pot identiek is in kleur en in vorm, maar het is met het blote oog bijna niet te constateren. Verder. Wil ik u erop attenderen dat er altijd een binnenhoes in moet, zodat de pot nooit gaat lekken? Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je een goede keuze maakt.